Welkom bij de trainingssessie voor als je een hernia hebt. Oefening 1. Massage voor de heupbuiger. Voor de eerste oefening heb je een blackrollbal met een diameter van 12 cm nodig. Ga op je buik liggen. Plaats de bal boven de lies tussen de bekkenkam en de rechte buikspieren. Steun losjes op je armen. Laat je langzaam op de bal zakken. Bij elke ademhaling kun je je dieper in het weefsel laten zakken. Ontspan hierbij ongeveer 1 minuut. Wees voorzichtig bij deze oefening. Je zou geen kloppend gevoel in je buik moeten voelen. Wissel van positie indien dit wel het geval is. Concentreer je op je buikademhaling. Bewerk ook de andere heupbuiger door de bal aan de andere kant te leggen. Laat je weer op de bal zakken. Door je ademhaling zak je nog dieper in het weefsel. Wees niet verrast over het feit dat je eerst van voren werkt. Dat is belangrijk om de frontale trekkrachten van de verkorte spieren te verminderen, met name als gevolg van het vele zitten overdag. Zorg ervoor dat je een rustige en diepe ademhaling hebt en ontspan. Deze oefening is vooral een echte aanrader na een lange werkdag achter de computer. Ga langzaam weer uit de positie door je met je onderarmen omhoog te drukken. Oefening 2. Massage van de bilspieren. Voor deze oefening heb je nogmaals de blackrollbal 12 nodig. Leg de fasciabal op de vloer en ga er met je rechterbil op zitten. Leg je rechterbeen indien mogelijk op het linkerbovenbeen. Beweeg langzaam op de plaats en zoek de afzonderlijke pijnpunten op. Om de druk nog verder te verhogen, kun je de enkel met je linkerhand vastpakken. Zoek een pijnlijk punt op en houd de druk ongeveer 15 seconden op dit punt vast. Adem rustig en diep in en uit. Verplaats het gewicht op de bal als je problemen hebt met het steunen. Gebruik eerst een fascia roller wanneer de fasciabal te intensief is. Rol langzaam in cirkelende bewegingen verder. Zet het rechterbeen weer neer en plaats de bal onder de linkerbil. Leg het linkerbeen nu op het rechterbovenbeen. Rol langzaam op de plaats en voel de afzonderlijke pijnpunten in je bilspieren. Beweeg naar voren, achteren, opzij of in cirkelvormige bewegingen, wat voor jou het best voelt. Als je de druk wilt verhogen, pak je de linkerenkel met je rechterhand vast. Zoek opnieuw naar een verkleving. Houd de druk op deze plek gedurende 15 seconden vast. Vergeet niet om diep in en uit te ademen. Rol ontspannen door. Je bent er bijna. Nog 5, 4, 3, 2, 1. Ga langzaam weer uit de positie. Oefening 3. Onderrug triggeren. We gaan door. Gebruik voor het losmaken van diepe spanningspunten de blackroll trigger TMX. Positioneer de trigger zittend op een pijnpunt van je billen en laat je langzaam in de trigger zakken. Laat je via de ademhaling nog dieper in het weefsel zakken. Ontspan nu. Beetje bij beetje zou de pijn moeten verdwijnen. Begin voor een extra mobiliserend effect je bovenbenen licht op te tillen en weer te laten zakken. Voor een optimaal effect houd je de druk ongeveer drie minuten vast. Het gebruik van de trigger stimuleert de doorbloeding. Je ondersteunt het weefsel bij het regenereren. Om spanningen in het weefsel te laten verdwijnen, moet zuurstofrijk bloed de cellen sneller bereiken en moet zuurstofarm bloed beter worden afgevoerd. Hou nog even vol, het aftellen is begonnen. Verander van kant door met de andere bil op de trigger plaats te nemen. Laat je diep in het weefsel zakken. Met je armen kun je de druk op de trigger variëren. Blijf in deze positie. Houd de druk ook aan de andere kant ongeveer 3 minuten op het triggerpoint. Na het gebruik van de trigger tools kunnen er spierpijn, een lichte toename van de klachten of blauwe plekken optreden. Hier hoef je je geen zorgen om te maken. Dit zijn normale gevolgen van een triggerbehandeling. Nog maar 30 seconden. Laat je linkerbeen zakken en til het weer op. Ga langzaam weer uit de positie. Nu gaan we verder met de rek-oefeningen. Oefening 4. Rekken van de voorste keten. Voor de volgende oefening heb je een blackroll superband nodig. Bevestig de band ter hoogte van je heupen aan een object. Begin op je knieën en leg de superband om je heupen. Pak je lende wervelkolom met je handen vast en trek je kin naar achteren richting de wervelkolom. Strek je heup naar voren door en laat je langzaam naar achteren zakken. Adem diep door en probeer om bij elke uitademing dieper in de houding te zakken. Door het samendrukken aan de ene kant ontstaat er ruimte aan de andere kant van de tussenwervelschijf. Oude vloeistof wordt uit de tussenwervelschijf geperst. Breng je heupen naar achteren en neem een korte pauze. We herhalen deze stretchoefening nog een keer. Zet je handen weer terug op de lendenwervelkolom. Strek je heup naar voren door en laat je langzaam naar achteren zakken. Als je meer zou willen rekken, kun je proberen om je enkels met je handen vast te pakken. Bij deze oefening mag je in geen geval pijn voelen. Voer deze gevorderde variant dus alleen uit als je al geoefend bent. Kom langzaam weer terug naar de startpositie. Oefening 5. De bilspieren stretchen. Voor deze stretchoefening heb je een blackroll superband nodig. Bevestig de superband binnen om je rechterbovenbeen en plaats de band dicht bij je heupen. Breng één been voor je lichaam en buig je knie 45 tot 90 graden. Strek je linkerbeen achter je lichaam uit en druk het bekken aan de kant van het gestrekte been richting de grond. Als je deze houding niet kunt innemen, leg je de black roll onder je rechterknie. Dit maakt de stretchoefening eenvoudiger. Om het stretchen te intensiveren, plaats je je onderarmen op de vloer. Als je nog wat intenser wilt rekken, leg je je hoofd op de rug van je handen. Dankzij de druk van de band in deze positie worden je heupen in de juiste stand getrokken. Bovendien neemt het stretcheffect toe. Wissel van kant over 5, 4, 3, 2, 1. Verander van kant. Linkerbovenbeen heen. Breng één been voor je lichaam en buig je knie 45 tot 90 graden. Strek je rechterbeen achter je lichaam uit en druk het bekken aan de kant van het gestrekte been richting de grond. Om het stretchen te intensiveren, plaats je je onderarmen op de vloer. Adem diep in en uit. Als je kunt Leg je hoofd dan op de rug van je handen. Klaar. Duw jezelf met je armen langzaam uit de positie. Oefening 6. Plank met arm en been heffen. De blackroll-superband heb je meteen nog een keer nodig voor de eerste oefening om kracht op te bouwen. Leg de blackroll-superband voor de plankpositie rond je linkervoet en pak het andere uiteinde met je rechterhand vast. Neem op je handen en knieën plaats. Til tegelijkertijd één arm en het tegenoverliggende been op. We doen tien herhalingen: 5, 6. 7, 8, 9, 10. Korte pauze, wissel ondertussen van kant. Bevestig de band om de rechtervoet en de linkerhand. Bereid je voor. We gaan verder over. 3, 2, 1, 1. 2 3 4 5 Kort in en uitademen en naar de andere kant wisselen. Zorg ervoor dat je rug niet hol wordt en dat je de spanning in je romp kunt vasthouden. Bereid je weer voor. De andere kant is weer aan de beurt. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Adem weer even in en uit. Als je tussen de oefeningen langer pauze nodig hebt, zet de video dan kort op pauze. Laatste ronde, de andere kant is nog een keer aan de beurt. 1, 2 vier, vijf, zes, zeven, acht, negen, tien. Oefening 7. Rolling Plank. Voor de laatste versterkingsoefening heb je een blackroll fascia roller nodig. Neem de plankhouding aan en plaats je onderarmen op een blackroll. Draai je handpalmen richting het plafond en trek je navel naar binnen. Zorg ervoor dat je rug recht blijft. Als je wilt kun je de oefening intensiveren door over je onderarmen heen en weer te rollen. Deze oefening vraagt veel van je. Doe de oefening alleen als je deze pijnvrij kunt uitvoeren. Korte pauze. Bij deze oefening kun je behoorlijk buiten adem raken. Adem diep in en uit. Gemotiveerd voor de volgende ronde? We gaan door met ronde 2. Neem weer een plankpositie op de rol in. Zorg ervoor dat je je rug recht houdt. Als je wilt kun je weer heen en weer rollen. Nog 5 seconden: 3, 2, 1 en pauze. Schud je handen maar even los. Ontspan even en doe nieuwe kracht op. Nog maar 1 ronde. Neem de plankpositie nog een laatste keer in. Voor meer effect rol je naar voren en naar achteren, of houd de positie simpelweg vast. Dat is ook al zeer zwaar. Houd de billen laag. Bijna klaar. 5 4 3 2 1 Voer het programma 2 tot 3 keer per week uit. Beterschap en tot de volgende keer.